Naar Frank, want de rechts-links campagne oh. lijkt te zijn begonnen. Ja, Ruben Brekemans gaat er al goed voor zitten. Hè? De politieke junctie die weten het. Hij stiekem ook wel: zo'n tweestrijd met links. Dat uh, levert uh, de partijen vaak uh, genoeg stemmen op. De een eerste aanzetje daarvan vanochtend op de voorpagina van Dagblad Trouw. Kijkt u even mee. Rechtsboven staat uh, Jesselus vindt coalitie met links risicovol. Een interview met uh, de nieuwe VVD-lijsttrekker in uh, die krant vanochtend. Die naar eigen zeggen zegt dat ze aarzelend tegenover de samenwerking. Met PvdA GroenLinks staat. Uh, die houden volgens haar nog veel te veel vast aan dogma's. En dan heeft ze het over klimaat, over kernenergie, maar bovenal over het thema migratie en asiel. Alleen al op dat thema moeten ze, moet links echte stappen willen zetten, zo zegt ze. Dan pas kunnen wij samen gaan regeren. Anders ziet de VVD-leider het namelijk niet gebeuren. Ik bedank voor waterige compromissen, alleen maar om in die stoel te belanden. En die stoel is dan denk ik de stoel van Mark Rutte nu nog in het uh, torentje. Is dat Aanval geopend. Nou, de duidelijke taal in ieder geval. Ik ben het uiteraard volledig met de eens. Maar kijk, ka het kabinet Goh. is. God, wat was het? Ja. Nee, het kabinet is natuurlijk niet voor niks gevallen. Het kabinet is gevallen omdat we er niet uitkwamen op asiel. En omdat wij als VVD vonden we moeten stevige maatregelen nemen om die asielinstroom mm -hmm. onder controle te, bre te brengen. En Een aantal partijen wilden dat niet. En we zien nu heel duidelijk ook aan de uitlatingen van GroenLinks en PvdA dat zij ook niet bereid zijn om stevige maatregelen te nemen om die asielinstroom omlaag te brengen. Ja, en dan is het natuurlijk wat, uh, uh, wat uh, Dianne Zilkus zegt: ja, niet logisch om dan weer dit soort waterige compromissen te sluiten. Ja. Er moet echt wat gebeuren. De kritiek is ook, uh, Esther van Venema, dat dit een beetje zo'n VVD-opzetje is om door zo'n tweestrijd te creëren. Wat, uh, wat denkt u? Ja, dat, dat zou kunnen. Kijk, de verkiezingstijd is natuurlijk losgebarsten en is overschaduwd door het enorme conflict en de heftigheid in het Midden-Oosten. Maar ja, laten we ondertussen wel blijven opletten wie welke standpunten precies uh, verdedigt. En um, ik, ben, ik ben wel akkoord met het idee dat een waterig compromis, of ze dat mooi verwoordt, dat dat niet meer van deze tijd is. En ik zou ook wel echt graag willen zien dat partijen hun programma-standpunten ook echt uitleven en nakomen. In plaats van dat het uh, na de verkiezingen, na de formatie, allemaal een beetje troebel wordt. We gaan uh, naar het nieuwe